Ik ben een achterkleinzoon van Abraham van Strij, die aan die kant hangt. Maar ik lijk eigenlijk het meest op Jacob. Zeven generaties lang was dit stuk in het bezit van de familie van Strij. En nu is het geschonken aan het Dordrechts Museum. Het is door een voorouder geschilderd, Abraham van Strij, in 1824. Een hele verre voorvader in een rechte lijn. Het is een grauwtje of een grisaille. Het is eigenlijk bedoeld om beeldhouwkunst na te bootsen. Het is een bovendeurstuk, het hoort hoog te hangen. En als je het dan van een afstand bekijkt, dan lijkt het net alsof het driedimensionaal is. Met name door de schaduw die we zien, komt dat echt naar voren toe. En daar was Abraham van Strij echt een specialist op dat gebied. Het hing boven de bank bij mijn moeder de laatste 50 jaar. Het is 50 jaar geleden weer boven water gekomen. Het lag op zolder. Mijn moeder die is een paar jaar geleden opgenomen in een verzorgingshuis. En ja, de broers en de kleinkinderen hebben besloten dat dit de beste plek was. En het museum wilde het ook graag hebben, wat ook belangrijk is. Dus op die manier is het hier terechtgekomen. Abel van Strij is natuurlijk voor Dordrecht een hele belangrijke figuur. Oprichter van Pictura onder andere. Was eigenlijk de toonaangevende kunstenaar rond 1800 in Dordrecht. En we hebben eigenlijk de grootste Van Strij collectie ter wereld nu. Er waren twee Van Strijtjes trouwens, hè? Voor alle duidelijkheid. Ja, dat klopt. Hij had een jongere broer, Jacob van Strij. En dat was eigenlijk de specialist op het gebied van het landschap. Abraham was de meest veelzijdige. Die maakte eigenlijk vooral interieurstukken, dit soort grisailles. Een hele interessante kunstenaar voor Dordrecht. Het is een beetje saai. En om eerlijk te zijn hangt er hier in de zaal een stuk wat ik ook heel erg mooi vind. En dat is de lezende vrouw, zeg maar. Dat is oma die in de Bijbel zit te lezen. Een verre, verre bed over grootmoeder. Ja, we zijn echt vereerd en ontzettend blij dat we dit in de collectie nu hebben en aan iedereen kunnen laten zien.